Je kan het huis op verschillende manieren parfumeren. Daar bedoel ik dus mee, elke ruimte kan je een eigen geur geven. Niks is leuker in de gang dan een warm welkom te geven met een hele mooie geurbeleving en in dit geval ook een heel mooi accessoire. De oude glas van Diptyque met de geurbeleving van Trincadre geeft het zowel een warm als een frisse gevoel en ook qua geurbeleving heel erg fijn en welkom. Dit is wel een mooi accessoire, maar we hebben ook nog de diffuser die je in het stopcontact kan steken. En daar hoef je maar één keer op te drukken en geeft dus time release ook de geurbeleving af. Maar ook de keuken, die kan ook een hele mooie geurbeleving gaan creëren. Natuurlijk houden we van koken en hele fijne geuren die we daar ook hebben. Maar soms willen we ook bepaalde geuren maskeren. En dat kunnen we dus doen door onder andere de geurkaars koriander van Diptyque. Deze gaat heel mooi samen met de andere geuren en daardoor heb je eigenlijk nog niet eens het idee dat je je huis parfumeert, maar een hele fijne geur voorziet. Dit is dan een geurkaars, maar vind je geurstokjes heel mooi, dan hebben we van Dr. Franjes de Melograno. Deze is iets zoeter, wat fruitiger en gaat ook heel mooi samen met alle heerlijke eetgeuren in de keuken. We zijn veel thuis aan het werk of op locatie en daar kan je ook een heerlijke geurbeleving creëren. We hebben hier de Milano van Franjes. En Franjes heeft een hele fijne geurbeleving hier gecreëerd met patchouli en onder andere sandalwood. Sandalwood zorgt voor een hele goede focus. Vind je een kaarsnoet toch prettiger? Dan hebben we Diptyque en zij hebben Santal. Santal is dus ook een woody fragrance en zorgt er dus voor dat we een betere focus hebben. Oftewel, focus en een hele fijne geurbeleving. En ook voor het woongedeelte is het natuurlijk belangrijk dat je de perfecte geurbeleving hebt voor deze periode. De warme geuren doen het beste en we hebben hier onder andere dus de vanillekaars van Diptyque. Maar vanille, opopanax, die warme geuren zoals amber ook, doen het heel goed voor deze periode. Juist in de koude periode de warmte naar binnen toe halen met dus deze hele verfijnde geurbelevingen. Mocht je dus ook nog eventueel de stokjes fijn vinden en mooier vinden in jouw hele omgeving, hebben we van Dr. Franjes de Ambra onder andere of de Oud Nobilé. Dit zijn een aantal geuren die echt een hele warme, sensuele geur geven voor die koude dagen. En voor de badkamer hebben we ook een hele fijne geurbeleving. De ginger lime geeft wat meer energie voor als je 's morgens wat moeilijker opstaat en wil je echt dat spa-momentje, pak dan de aqua voor het hele relaxende gevoel. Deze twee geuren passen erbij, maar laat je zeker ook adviseren door een van onze medewerkers in een van onze boutiques en of online, mocht je dus vragen hebben over welke geur in jouw huis het beste past.